Goedenavond, welkom bij deze nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, ondergrensbelastingen verhoogd naar 4000 SRD. Ministerie van Openbare Werken huldigt jubilarissen en gepensioneerden. Succesvolle neurochirurgische missie in AZP. Politie niet tevreden, gedrag, samenleving laat te wensen over. En voorkom oncontroleerbare COVID-19 situatie. De ondergrens voor de belastingen is verhoogd van SRD 220 naar SRD 4000 per maand. Dit is een van de maatregelen die is opgenomen in het onlangs gesloten tripartiet akkoord tussen de regering, vakbeweging en het bedrijfsleven. Het akkoord is het resultaat van het speciaal tripartiet overleg waarvan professor Martin Schalkwijk de voorzitter is. Ja, op het gebied van de belastingen en dat is dat de ondergrens verhoogd moest worden. Die ondergrens was 220 SRD per maand. Beneden 220 betaalde je geen belasting, daarboven wel. Die grens is opgetrokken naar 4000 per maand. Dus dat is behoorlijk. Dus mensen die tot 48.000 verdienen per jaar betalen helemaal geen belasting. En daarna beginnen die belastingschijven dan te werken. En al die belastingschijven zijn daar ook een stuk opgetrokken. Waardoor, waar je vroeger 28% belasting betaalde of 38% met een laag salaris, het nu veel hoger begint. Dus iedereen heeft voordeel daaraan en iedereen ook de solidariteitsheffing van 10% is afgeschaft per 1 januari. En verder zijn de vakantietoelagen en de gratificaties, daarvan is ook de belastinggrens opgetrokken. Dus je betaalt minder belasting over vakantie, uitkering en over gratificatie. En er is ook aangegeven in een bijlage wat dit allemaal betekent. Dus nogmaals, de mensen beneden 4000 zijn 100% vrijgesteld. En de hoogste schalen hebben toch ook een voordeel van 20%. Dus het werkt door naar alle kanten. En vanuit het bedrijfsleven was aangegeven van via belastingen kan je alle bedrijven ook helpen. Want het gaat om loonbelastingen, inkomstenbelasting. Want niet alle bedrijven zijn in staat om loonsverhoging te geven. Maar met belastingverlaging heb je toch dat mensen meer geld in hun zak overhouden. Het betekent wel dat de overheid ook minder geld binnenkrijgt. Dus ook dat moet ergens vandaan komen, zodat de overheid wel al haar uitgaven kan blijven betalen. Maar ook daar zijn voorstellen voor gedaan hoe dat opgevangen zou kunnen worden. Dus ik denk dat dat voor de korte termijn het belangrijkste is. De Belastingdienst werkt nu al aan deze zaken, zodat 1 januari inderdaad dit in kan gaan en iedereen eind januari al wat meer geld in zijn of haar zak heeft. Tenminste, als je loonbelasting betaalt of inkomstenbelasting. Dus voor de werknemers is het een positieve ontwikkeling. Dus dat is eigenlijk voor de korte termijn belangrijk. Daarnaast koopkrachtversterking zijn er ook afspraken gemaakt, maar dat gaat vooral via loononderhandelingen. En daarbij is gezegd van in januari en juli behoren de loononderhandelingen te zijn, zodat je niet elke maand stakingen krijgt en loononderhandelingen. Want dat houdt iedereen een beetje op. Laten we proberen om dat te centraliseren.
En in die loononderhandelingen moeten een aantal zaken meegenomen worden. Van wat is al gedaan op het gebied van belastingen, wat is in het verleden al uitgekeerd aan toelagen enzovoort. In de zaal van Arya de Waker aan de Johan Adolf Pengelstraat heeft het ministerie van Openbare Werken op donderdag 2 december ruim 670 jubilarissen en gepensioneerden gehuldigd. Het gaat om personen die in 2017, 2018 en 2019 het betreffende aantal dienstjaren hebben bereikt. Met deze activiteit heeft het ministerie de achterstand in huldigingen verder ingelopen. Het is een hele mooi moment geweest vandaag, dat wij vandaag en morgen, dus in totaal 678 mensen in de bloemetjes hebben mogen zetten. En het gaat om jubilarissen, mensen die 25, 30, 35 en 40 dienstjaren achter de rug hebben, als ook de gepensioneerden. Wat ik wel moet vermelden is dat deze minister, de huidige minister van Openbare Werken, Dr. Riyad Noor-Mohammed, bij zijn aantreden heeft aangegeven dat hij prioriteit stelt aan personele aangelegenheden. Dus wat dit betreft hebben we een ruim achterstand aangetroffen op het ministerie en vanaf 2015 zijn de mensen niet meer gehuldigd. Dat wil zeggen dat de waardering en die erkentelijkheid die eigenlijk ook gepast is, niet heeft plaatsgevonden door de vorige beleidmakers. Ik wil niet eens neergeven aan geen enkel minister, gewezen minister, maar u begrijpt, het is toch een prioriteit dat moet worden gegeven aan het personeel. Want dankzij het personeel kan je performen in de maatschappij. En deze minister heeft vanaf dag 1 daarop gefocust. U kent het verhaal nog van overtollig ambtenaar op het ministerie. En een heleboel problemen rond personeelsaangelegenheden. Ik praat over bijvoorbeeld visumproblemen, bevorderingsvoorstellen, noem maar op. Hij heeft het opgepakt. En nu zijn we bezig een inhaalslag te maken voor wat betreft de huldiging van jubilarissen en gepensioneerden. We hebben vorig jaar 2015 en 2016 gedaan. Dit jaar hebben we 2017 en 2018. En hopelijk volgend jaar, als het hem lukt, zal zeker die achterstand zijn ingelopen voor wat betreft 2019 en 2020. Dus het is een heel goed gebaar. De mensen hebben het zeer verwelkomd dat zij niet zijn vergeten. U begrijpt, soms is het ook heel pijnlijk dat mensen die toch in aanmerking komen voor zo'n huldiging, helaas eerder zijn teruggeroepen door de Almachtige en dit mooi moment niet hebben kunnen meemaken. U begrijpt hoe pijnlijk dat is, zeker voor de nabestaanden. En dan worden die mensen, hun nabestaanden, opgeroepen om zo'n waardering in ontvangst te nemen. En had je dat misschien op tijd gedaan, dan had je zo'n moment misschien niet gehad. Dus heel veel blijde gezichten hebben we gezien van mensen die vooral ook niet alleen een oorkonde en een certificaat in ontvangst hebben mogen nemen, maar ook een enveloppe. U weet, we leven in een moeilijke periode, nogal crisis in het land. En zo'n enveloppe maakt hun enorm blij, zeker met de komende feestdagen. Dus al bij al zeggen we, het is een goed gebaar vanuit het ministerie naar de mensen toe. En ook de waardering hebben we uiteindelijk aan die mensen kunnen geven.
In het Academisch Ziekenhuis Paramaribo AZP zijn van 22 tot 26 november 2021 neurochirurgische operaties uitgevoerd door een team van neurochirurgen uit Leiden en Den Haag. Deze operaties geschieden samen met de Surinaamse neurochirurgen Dr. Anders Kort en Dr. Anders Chong Chin Yu. Het team bestond uit de gerenommeerde wervelkolomchirurg professor Peul uit Leiden en de neurochirurgen Dr. Nandu en Dr. Mooyen uit Den Haag. In deze periode zijn in totaal 9 patiënten geopereerd vanwege diverse complexe hersenvaatafwijkingen, grote hersentumoren en complexe wervelkolomafwijkingen. Alle operaties zijn met succes uitgevoerd en ook na de operatie is het resultaat goed te noemen. Het doel van deze missie was het uitwisselen van ervaringen en het opdoen van kennis in technieken die in het AZP toegepast kunnen worden. Hierbij is er ook een direct voordeel voor de patiënt die in de eigen omgeving is geopereerd. Dit heeft ook forse kostenbesparingen opgeleverd. Deel van het team was de ervaren operatieassistent Dr. Spruit uit Den Haag. Hij heeft samen met de Surinaamse operatieassistenten mevrouw Regisson Tono en mevrouw Meynals ervaring en kennis uitgewisseld om ook op dit vlak het niveau in Suriname te optimaliseren. De politie is tot nu toe niet tevreden met het gedrag van de samenleving wanneer het gaat om naleving van de COVID-19-maatregelen. Illegale activiteiten leggen een onnodige druk op het personeelsbestand. Volgens politiecommissaris Henry Seedorf is het personeel fysiek en mentaal vermoeid. Hij gaf tijdens de COVID-19-persconferentie op zondag 28 november aan dat er intussen 7 miljoen SRD aan boete is geïnd. We hebben dus dit trendgevolg voor wat betreft de gedragingen. En ik moet zeggen dus dat we niet tevreden zijn met wat we zien en wat we constateren. Het is al aangehaald zowel door de minister als door de heer Noregio. Dus dat het aanpassen van de handhaving vaak vertaald wordt als de ruimte om gedragingen tentoon te stellen die in strijd zijn met de COVID-maatregelen. Er is gesproken over de vele uitnodigingen ter bijwoning van huis- en andersoortige feesten. En dat legt onnodig druk op het personeelsbestand. Omdat naast de COVID-handhaving de politie ook nog moet zorgen dragen voor de handhaving van de reguliere zaken, de openbare orde rakende. En ik moet zeggen dat het ons ook zorgen baart, omdat we een stukje vermoeidheid merken bij het personeel. Niet alleen fysiek, maar ook eist het een mentale tol. Ik geef een beeld van de reeds opgelegde boetes over het afgelopen jaar. En dat is op ongeveer 7 miljoen SRD uitgeschreven boetes. Het is zo dus dat bij het opleggen van de boetes de overtreder in de gelegenheid gesteld wordt om te voldoen op een rekening van het ministerie van Financiën. Dus hoeveel daadwerkelijk is gestort, daar hebben we nog geen zicht op. Maar de minister die heeft de mogelijkheid om bestuurlijke dwang toe te passen. Dat betekent dus dat indien betrokkenen niet betaald heeft, niet voldaan heeft, dat er ruimte bestaat om beslag te leggen op zaken. Voor het gemak wil ik nogmaals de boetelijst in vogelvlucht doornemen. Het geeft dan een beeld van de zaken die nog steeds verboden zijn. Mond- en neusbedekking. De overtreding daarvan, indien u dat niet op hebt, levert het een boete op van 500 SRD. Het verbod op om op de niet toegestane dagen en tijden op de openbare weg te
te begeven of te bevinden is 700 SAD. Samenscholing 850 SAD. Het negeren van een ambtelijk bevel door groepen van meer dan het aantal toegestane mensen is 700 SAD. Verbod op feesten is 10.000 SAD. Verbod bijeenkomsten, rouwzittingen, waarbij meer mensen aanwezig zijn dan toegestaan, is 500 SAD. Verbod thuiskerkdiensten waaraan personen deelnemen die van buiten de huishouding komen, 500 SAD. Verbod contactsporten, 850 SAD. Verbod gebruik alcoholhoudende dranken in het openbaar. En het of het zich niet onnodig ophouden in de nabijheid van winkels en supermarkten, 850 SRD. Verbod openstelling voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten is 10.000 SRD. Het verbod zich te onttrekken aan of zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden bij opgelegd of medegedeelde maatregel van quarantaine is 4.000. En dat geeft dan een beeld, een indicatie van de gedragingen die in het kader van de COVID-maatregelen verboden zijn. In de wereld doet zich momenteel een nieuwe variant van het COVID-19-virus voor. Omicron is de vijfde variant sedert het virus eind 2019 bekend werd. Het is vooralsnog niet bekend hoe besmettelijk Omicron is. Desondanks is het van belang dat u de maatregelen in acht blijft nemen. De autoriteiten doen er alles aan deze variant zo lang mogelijk buiten Suriname te houden. Werk niet mee aan illegale activiteiten die het risico op besmettingen alleen maar vergroten. Lever uw bijdrage, zodat wij als samenleving gevrijwaard blijven van een oncontroleerbare situatie. De voornaamste oproep is nog altijd dat u zich laat vaccineren. Dat was Focus. Bedankt voor het kijken. Goedenavond.